Ik wist hij alles. Genau, wist du een foto van mij, een ausweis? Wat brauchst du? Zo! Hij staat gewoon erin, ik heb die beugel nog open. Die bekijkt zijn kutje. Allemaal mooi. Nou, daar komt hij. Nou, daar zit raak. Daar ben je dood. Lieve vrienden, welkom weer bij een nieuwe video hier op Extreme Rides. We zijn vandaag weer in Wenen. Ben ik al eens een keertje eerder geweest, zo'n 5 jaar geleden. Maar ik ga Wenen weer voor jullie reviewen. Wiener Prater, het grote bekende park in Wenen, waar een deel daarvan ja, amusement park is. En sinds de laatste keer zijn hier toch een aantal nieuwe attracties, dus reden genoeg om weer eens een keertje Wiener Prater te gaan reviewen. En dit, lieve mensen, wordt ons speelterrein voor vandaag. We beginnen helemaal vooraan op de Prater. Je ziet Madame Tussaud dat zit hier. Maar de eerste attractie wat we zien is de zweefmolen, een wellevlieger. Aan het pleintje grenst ook de ingang van het Wiener Riesenrad. Dit reuzenrad die stamt uit 1897 en als je zo naar kijkt dan zou je zeggen ja dat heeft meneer Eiffel ontworpen, want het ziet er heel erg uit als de Eiffeltoren, tenminste een beetje hetzelfde ontwerp qua constructie, alleen hij is niet gebouwd door meneer Eiffel, ontworpen door meneer Eiffel, hij is gebouwd door een Walter Passet, als ik goed uitspreek, en deze man heeft wel gekeken naar meneer Eiffel, want de Eiffeltoren die stamt uit 1889, dus dit rad is iets jonger dan de Eiffeltoren. Dus ik denk wel dat hij met meneer Eiffel om de tafel heeft gezeten of in ieder geval wel daarvan afgekeken heeft. Hoe dan ook, het is een heel oud rad. Het rad is ook kapot geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog. Want ze hadden eerst 30 gondels eraan hangen en nu maar 15. Ze hebben gehalveerd omdat in de oorlog dit rad gebombardeerd is en hebben ze opnieuw opgebouwd. En het is niet het eerste reuzenrad natuurlijk van de wereld geweest. Dat is Ferris, Ferris Wheel. Dat waren de eerste reuzenraderen van de wereld. Alleen die staan niet meer en deze staat nog recht overeind. Dat is wel leuk, je komt eerst binnen in een soort museum. Nu staat Wenen wel bekend om zijn musea, want er zijn echt ontzettend veel museums hier. Maar ik vind dat ze dit wel leuk gedaan hebben. Ze hebben zeg maar de gondels gebruikt als vitrinekasten. En daarin kun je van alles zien, zoals hier bijvoorbeeld. Een luchtballon met schommels en een soort reuzenrad hier. Hier het echte reuzenrad in het donker. Het reuzenrad waar we zo meteen gaan instappen. Dit zal het park wel moeten voorstellen. Want het amusementpark hier wordt Volksprater genoemd en Prater zelf is zeg maar het park, dat is zeg maar de benaming. Hè? Dan wordt hier nog een stukje toegewijd aan de Tweede Wereldoorlog. Dan zie je dat het park in puin ligt, inclusief het reuzenrad. Dan snel even deze, want dit lijkt wel de Romeinse tijd. Waarschijnlijk Prater heel lang geleden. En dan hebben ze zo'n beetje allemaal wel gehad. Voordat de hele video gevuld is met alleen maar maquettes, gaan we verder. Hier moeten we even wachten op het rode licht voor de stopstreep. Want er is hier blijkbaar een foto, geen idee. Inderdaad, daar worden wel foto's gemaakt, maar die slaan we over. We gaan naar het reuzenrad zelf. Als je dan een foto wil maken van mensen, doe het dan niet met een greenscreen of zo, maar doe het toch wel echt in het reuzenrad zelf, vind ik. Het is wel bijzonder. Iedere gondel wordt uitgestofzuigd en worden de ramen gelapt. Alvorens een heel goed mens ingaan. Echt bij iedere gondel. In 1897 waren ze een tijd ver vooruit. Ze hadden toen gewoon brandblussers en stopcontacten. Een rondje in het reuzenrad kost je ongeveer 10 tot 15 minuten. Hij maakt 1 ronde. Maar je hebt een prachtig uitzicht over het pretpark. En dan zie je ook daarachter al die bomen. Het park zelf loopt nog kilometers door. Met nadruk op winkel. Wat een grote shop dit. Kan je van alles krijgen. Wat leuk joh. Dit rad of een Lommedaai? Ja. Deze. Ja, want?
een mooi uitzicht. Ja. Als je het reuzenrad uitloopt, dan loop je meteen tegen een wilde muis aan. Een Ravenshorn wilde muis met draaiende gondels. Ondanks dat we niet instappen, geef ik wel even de gegevens van deze achtbaan. Hij is dus gebouwd door Ravenshorn in 1998. Baanlengte is 420 meter lang. Hoogte is 13 meter. Maximale snelheid op deze baan bedraagt ongeveer 47 kilometer per uur. Een beetje jammer, want hiernaast was de achtbaan die een stuk bijzonderder was dan deze achtbaan achter mij. En dat was deze achtbaan. Het enige wat daar nog van over is, is dit stukje rails. En hij is zo goed als compleet helemaal weg. Helaas, dit is geschiedenis. Kan ik wel mooi vertellen hoe het werkt hier op de Prater. Het pretpark is vrij toegankelijk. Je hoeft geen entree te betalen. Je betaalt per attractie. Je kunt ook geen kaart kopen dat je al die attracties kan doen. Maar je moet echt per attractie betalen, zoals op de kermis. Nou, hoe zit dat? Al die exploitanten hier hebben een kaveltje waar ze attractie op mogen bouwen. Een tijdelijke attractie, zoals bijvoorbeeld Olympialoepen komen we dadelijk tegen. Ja, die staat hier voor een seizoen en dan gaat hij weer weg. Kan je iets anders plaatsen. Of je bouwt een vaste attractie, zoals Rollerball dadelijk. Dat is echt een pretparkattractie. Ja, die bouw je op een kavel en dan laat je hem gewoon altijd staan. Dus iedere attractie heeft een eigen eigenaar. De attractie achter mij, die Dizzy Mouse bijvoorbeeld nogmaals een keertje. Dat is dezelfde eigenaar als de Lilliputbaan. En dat is het treintje wat hier verderop rondrijdt. Dus die heeft minimaal twee attracties. Maar je hebt kans dat een eigenaar hier een attractie één attractie heeft. Maar je hebt ook kans dat ze hier gewoon verschillende attracties in bezit hebben. Vandaar dat je dus geen kaartje kunt kopen dat je ze allemaal kunt doen. Dat is waarschijnlijk te omslachtig om te regelen. Soortgelijk park als dit is natuurlijk Bakken in Denemarken. Waar je ook geen entree hoeft te betalen. Waar je ook gewoon zo op kunt lopen. Het oudste pretpark van Europa. Van de wereld zelfs volgens mij. Maar verbeter me als ik het daar niet goed mee heb. Maar dat pretpark biedt wel een kaart aan waar je alle attracties kunt doen. Daar werken ze met bandjes zoals bijvoorbeeld Plopsa Co. dat in het verleden deed. De Grand Autodrome is een van de vele autoscooters die we hier vandaag gaan zien. Hier staan geloof ik wel een stuk of 5-6 aan verschillende autoscooters. En zoals je ziet is dit een vaste autoscooter, geen transportabele autoscooter. Voor mij vind je hier ook geen transportabele autoscooter, zijn ze allemaal gewoon vast. De Insider is gebouwd in 2013 en is dus een indoor achtbaan gebouwd door Mauro Rides, Mauro en Sonne, spinning coaster. De baanlengte is 300 meter, hoogte is ongeveer 11 meter. De maximale snelheid op deze baan bedraagt 36 km per uur. En we gaan er gewoon eens in de Insider. Insider. We hebben minuutjes gekregen, zoals in de oude scooter, die moet je erin douwen, dan moet je erheen lopen. En dan gaan we de trap naar boven. Hele enge stem, dan lopen we door een soort labyrinth. Thank you. Zie je Batman. Hier is dus een spiegeldoor waar we nu doorheen lopen. Ik hoop dat jullie een beetje kunnen zien op de film. Dan gaan we hier door een lasertunnel. Zoals je dat vaker hebt in pretparken. Nou, dan zijn we zeg maar uit de doolgebeuren zijn we voorbij. Dan komen we hier bij de achtbaan. Completed your mission. Don't forget to pick up your...
mensen. Ja, denk dat we met z'n twee keer naast elkaar zaten. Dan passeren we alweer de tweede autodrom, maar deze heeft dan een heel mooi frontje hierboven. Kijk dan. Zo ziet er onder de kap eruit. Dan lopen we langs een bouwwerk, maar ze gaan hier een pratenmuseum bouwen. Die staat hier op het bord. Wat je daaronder moet verstaan, ik heb geen enkel idee, maar er komt in ieder geval weer een museum hier in Wenen erbij. Foodloop, een rollercoaster restaurant. Gaan we even eten. Daar ben je Foodloop. Dan denk je, wat kun je dan hier allemaal bestellen? Want je kunt niet een heel bord tegelijk over die afbaanrail sturen, dat klopt. Toch is een redelijk groot assortiment met verschillend eten. En we zijn natuurlijk in Wenen, dus een Wiener schnitzel. Zal er wel ingaan, of niet? Ja, die hebben we wel, ja. Als iemand jarig is hier, hebben ze ook nog speciale happy birthday muziek. Ik zal jullie even laten horen wat beelden laten zien van het restaurant. Onze biertjes. En dit gaat gewoon weer op de bak. En wat zit er in de pannetjes? Frietjes en een hamburger. Je zal er honger van krijgen, hè? Dat treft, dat heb ik ook. Nou, hoe vond je het? Heel leuk. Ja, maar vond je het ook lekker? Ja, het is lekker. Vond het redelijk prijzig. 44 euro voor 2 biertjes, 2 hamburgertjes en 2 patatjes. Dus ja, het is leuk, leuke ervaring. Maar goedkoop, eet anders. We zijn weer buiten op te praten. Ik heb geen enkel idee tot en laat het open blijft hier. Dus we lopen gewoon even verder. Zoals gezegd, we zijn hier een aantal dagen. Dus we kijken wel even hoe ver we vandaag komen. En anders gaan we morgen wel verder met het rondje. Dan zien we hier de rondes van de Ecstasy. Die hebben ze allemaal hier langs elkaar gezet. Daar kun je in zitten. Als ja, bankje zeg maar. Maar dan komt de Ecstasy zelf, heeft nieuwe rondels. De rondels zijn gewoon van Moser Rides, waar de hele attractie zelf ook vandaan komt. Enige verschil met de rondels die buiten staan, is dat deze rondels geen vloer meer hebben. Ze zijn floorless en daardoor hangen je benen gewoon los in de lucht. Ook wel leuk om te zien is de oliecilinder achterop. Dan kun je zien hoe de beugels afgesloten worden. Daar hebben ze een glazen plaat voor gezet. Ja, verder kun je de attractie ook herkennen uit Preston Palace. Dat staat de Energy Storm, exact dezelfde attractie als deze. Alleen Energy Storm heeft nog oude rondels erop zitten. Moet ik wel zeggen, de rit hier is leuker dan in Almelo, omdat hij daar direct meteen omhoog gaat, op zijn kop gaat draaien en dan op zijn zijkant, zoals een blower zeg maar, een Orbiter Tivoli. Hier doet hij dat ook, alleen hier doet hij zeg maar twee keer na elkaar. Je krijgt hier zeg maar twee ritjes, ja, wat je in Almelo krijgt één keertje. En inderdaad, goed gezien, dit is dezelfde attractie als de Toxic op de kermis. Alleen de Toxic kunnen de bakken nog eens een keer over de kop heen draaien. En dat is die extra toevoeging dat deze attractie niet heeft. Vandaar dat ik ook even instap, want ik doe zo vaak de Toxic. Die vind ik toch even wat heftiger en leuker dan deze. Geyser Schloss, het eerste spookhuis dat we tegenkomen. En daar stappen we ook maar even direct in. Dit personeelslid werkt hier al heel erg lang. Zagen we die aankomen. Hallo. Hi. Ben je echt serieus van? Ik moet zeggen, het is serieus een groot huis. En die spoken zien er niet slecht uit. Het is geen traditioneel spookhuis van de kermis. Ja, de ritsysteem wel. Maar hier gaan we naar boven met de ketting. Schrik je niet meer. Van jou, nee. Kijk maar hoe diep deze gang is. Het is echt een groter huis dan gewoon spookhuis op de kermis. Yeah.
Ja, die was leuk. Ja, mooi spookhuisje. Dan passeren we alweer de tweede achtbaan die we gaan doen in deze video, Rollerbal. Dat is jammer, we mogen niet naast elkaar zitten. Veel plezier. Ik ga aan deze kant zitten. We hebben zo'n soortgelijke achtbaan gedaan in Zwanenpark. Daar heet die Wilde Hilde. En het is dus een type rollerbal. Cannonball worden ze ook wel eens genoemd. En die gaan over de kop heen. Maar deze dus niet. Eigenlijk is dit een kinderachtbaantje. Mooi zicht over de andere achtbaan aan de overkant. Maar daar zullen we morgen op terugkomen. Nog een keer het reuzenrad in de verte. Daar zie je nog Cinque Ciao. Daar komen we vandaag denk ik niet aan toe. Dan moet je blijven kijken naar deze video. Ondertussen zal ik even laten zien hoe hoog we al zijn. En dan gaan we. Rollerballen. Let's go voor het first dropje. Lekker hoor. Oh. En is. Olé. Shake it. Ja, deze baan blijft natuurlijk continu remmen, want dan zou je een noodvaart naar beneden gaan natuurlijk. Papa, ja, ik moet zeggen, hij gaat niet veel sneller of wilder dan de Wilde Hilde in Zwanenpark. Het is voor mij ook exact dezelfde baan. Hartstikke idee, laatste keer. Allee! En dat was hem. Deze val is eigenlijk geen val, want hier gaat hij gewoon heel rustig het stationnetje in. Ik durf te wedden dat S hem hartstikke leuk vond. Wat vond je ervan? Ja, dat dacht ik al. Ja. Zoals je ziet uit deze exploitant ook twee attracties. Voor de rollerbal staat een soort freefall torentje. De Wiener Breakdance. Ik moet zeggen, ik vind het geen mooie breakdance hoor. Breakdance Cool heet hij zo te zien. Maar ik heb wel eens mooiere breakdancers gezien. Zeker omdat hij ook vast staat. Hadden ze wel wat mooier kunnen aankleden naar mij idee. Is niet echt mijn smaak. De Takeda. Die vind ik al wat mooier uitzien dan de breakdance. Komt voornamelijk door een neon achter op de achterwand. Mooie zaak dit om te zien hoor. Ik vind die letters erbovenop mooi klassiek. Ja, hier ben ik wel van onder de indruk. Ook van de prijs ben ik onder de indruk. 5 euro. Staat hier ook een jumper. En ik moet zeggen, best een mooie jumper zo. Met je achterwand weer met dat neon erachterop. Vind ik mooi. Maar ook de middenton vind ik prachtig. Die draait de andere kant op. Zoals een diamant op de breakdance dat doet. Dat vind ik wel een mooi effectje zo. Je hoort het inderdaad goed. Deze jumper maakt bijna geen geluid. Vergelijkbaar met de voederjump op de kermis in Duitsland. En natuurlijk op die jumper die in Parijs gedaan hebben, in dat parkje, de Jardin. Daar stond hij midden in de stad. Daar hebben ze ook van die thermos op de attractie gezet, waardoor hij bijna geen herrie maakt. Inderdaad, goed geraden. Oude toren van Polderman. Deze heeft over de Nederlandse kermis heen gereisd. En waarom is hij ingeruild voor de Goldmine Tower? Omdat deze alleen maar bovenin kan draaien en dan naar beneden valt. En de Goldmine Tower kan van onder tot boven draaien. Die staat trouwens in dat park ergens in Frankrijk nog steeds verhuurd. Of die ook naar Nederland komt, ik heb geen idee. Maar we gaan kijken wanneer deze naar beneden komt. Het zal niet heel lang duren. 3, 2, 1. meter freefall. Maar in werkelijkheid weten jullie allemaal, net als ik, dat hij 80 meter hoog is. En dan komen we op dit plein weer een autodrom tegen. Maar deze autoscooter is vanavond niet zo in trek. We zijn er maar weer eens even bij gaan zitten, want zo heel druk is het vanavond niet. Even lekker biertje happen. Ja, het is net al 9 uur. Het is totaal niet druk. Er lopen wat volk, maar het is meer kijkvolk dan mensen die in de attracties gaan. Eerst hebben we nog even de zweefmolen in. 117 meter hoog. Dus die gaan we even doen. Ter afsluiting voor vandaag. En dan gaan we morgen weer verder. Met die kettingjes. Toe even, alsjeblieft. Ja, maar stel je wat hij naar beneden valt. De baas is gedood. Ja, dat weet je dan. Ja.
Wist je nog de eerste video's met Esther? Wenen. Maar in Wenen doet ze geen wenen. Dat zijn praatjes. Dat is toch mooi hoor. Ja, ik geniet ervan. Ja, mooi. Nee, je is een doodeng. Nee, ik geniet ervan. Alright. Oh, god. Wat is er? Wat is er? We gaan gas geven. Vind je het een keer eng worden? Nee. Ik hou me alleen. Oh, ik hou me alleen vast. Lach even voor de foto. Kijk, er wordt een alright foto gemaakt. Zie je? Hey. Esther, dit had hij meteen boven moeten doen, zo snel draaien. Dan had ik er niet één gewonnen. Ja, dan moet je in overdraaien natuurlijk. Alright, dat was hem. De Pratenturm. De Ralande. De stranden. Zo en dat was hem. Die Wiener Pratenturm. Jawel. En je leeft nog. Mitmachen, erbij zijn. Maar dit was al de laatste attractie die we rewind. Dit was al de laatste attractie die we vandaag deden, mensen. Want je ziet het, alles is wel open, maar het is heel rustig in het park. Hopelijk is het morgen wat drukker, dat weten we niet. Morgen gaan we verder, het is ook al wat later op de avond. Ik zou zeggen, tot zometeen. We zijn weer een dagje verder en we stappen even direct de Lofloem in. Er is er iemand gewoon boven uitgestapt en die is zo naar beneden gelopen. Een medewerker ging snel naar boven, dat heb ik net niet op film. Maar op de hoogste trap stapte deze jongen uit en liep naar onderen. Geen idee waarom, maar hij is eronder. Daar gaan we. Dan zou je zeggen, Ruben, je houdt toch helemaal niet zoveel waterbanen. Want die Lofloem zit altijd die janken dat je nat wordt. Ja, dat klopt. Maar in deze zit wel een leuke drop. En dat is die drop daar. Kijk, die gaat er omhoog. Zoals Park Asterix dat ook heeft. Dus dat leek wel leuk om te doen. Het eerste stuk varen we gewoon over de grond heen naar de eerste liftwiel. Het is een vaste wildwaterbaan. Dat wil zeggen, hij staat hier vast. Maar het zijn wel dezelfde delen als een transportabele wildwaterbaan. Hoewel, die pilaren hier zijn wel van een vaste wildwaterbaan. Nou, de eerste keer naar beneden. Lekker hoor. Nou, deze drop viel al mee. En daaronder hebben ze toch wat een afdak gemaakt. Want het water stroomt helemaal naar beneden. En als je daar vaart met je bootje, ben je zeiknat. We varen op hoog niveau, varen we verder naar die drop waar we het net over hadden. Omdat je omhoog gaat. En die gaan we het allerlaatste doen. Als eerst voorbereiden op deze drop, waar dat lege bootje nu vanaf gaat. Kijk, zie je, hij maakt daar een splashje en dan gaat hij door. Dat is alles wat ik van Park Asterix, want die gaat niet eerst door het water heen. Daar gaan we! Splash! Hoppa, klein beetje, word je nat. En dan gaan we hier. Eronder door. Kijk, let op die andere boot, hè. Hoeveel water. Gaat de volgende boot. Weer een klein splashje ervoor. Ja, ik vind het leuk. Hoe zou ik in al die wildwaterbanen bouwen? Heb je twee keer splash. Lachen. Higher and higher. Dan gaan we naar het hoogste niveau, de laatste drop, de natste drop. En zeker geen lage drop. De best hoge wildwaterbaan, zoals je ziet. Hier is geen gebruik gemaakt van water, maar van transportbanden. Het is geen mak wildwaterbaan, maar volgens mij is het een Ravenson. Zeker weet ik het ook niet, maar dan ziet hij er wel naar uit. Het maakt eerlijk gezegd ook niet uit, want we gaan naar beneden, we gaan nat worden. De hele boot naar vol met water. Wat een natte drop is dit. Lekker hoor. En het was hem ook. De Aqua Gaudi, zoals die heet. Hier op Wiener Prater. Wat een wild waterbaan, mensen. Alleen als het echt mooi weer is. Hier wil ik in. Hier gaan we doen.
Kom net uit de Wildwaterbaan. Ja, Janke weer. Nog een keer naar worden. Lekker hoor. Daar zit ik dan, de volgende Wildwaterbaan. Oh, wat heb ik een lol vandaag. Nou, zoals je ziet, het is een ABC-attractie. En we gaan 25 meter de lucht in en de baan zelf is 260 meter lang. Meugeltje dicht. Ja. En dan gaan we op naar boven. Naar de 25 meter. Ben je blij? Ja. Ja. Is toch leuk dit? Denk ik. Wat denk je? Dan sluiten we aan. Aan de glijbaan, dan gaat de beugel weer open en dan worden we losgelaten. Hey! Soortgelijke glijbanen, Vrijheidspark Plon heeft ook zo'n lange. En op de kermis natuurlijk de nieuwe Rappingos van Keizer. En in Nederland hebben we natuurlijk ook eentje gehad onder Boalda. Alleen deze is natuurlijk wel wat langer. Ik probeer een beetje recht te filmen. We draaien natuurlijk alle kanten op. We hebben een slingerbocht gehad, nu gaan we de helix in. En zo te zien is het dubbele helix. Dan gaan we dadelijk een grot onder. Hier kan wel een scherpe bocht worden. Hoppa. Valt wel mee eigenlijk, ik had hem heftiger verwacht. Ah, het is een ruw baantje, met name op het einde wordt je ruw. Dan moet je echt goed vasthouden, ik heb met één hand vast. We zijn bijna aan het einde, gaan we lachen voor het vogeltje. Daar komt ie! Let's go! Maar die is nat. Oh, en dan denk je alles gehad te hebben. Nog meer. Je had toch een natte vrouw, hè? Ja, dat is waar. Ik heb een dag van beleven met die meiden. Nou, vond je hem leuk of vond je hem leuk? Leuk. Met name het einde, die val naar beneden. Ik zou hem nog eens een keer van de buiten laten zien, maar die is best heftig hoor. Als je die niet verwacht, je houdt die vast, dan lig je echt naast de baan. Dan is het echt een waterglijbaan, dan bodyslide geworden. Dat hebben ze nu alle twee gedaan. Maar vond je deze niet echt zo geld waard? Deze wel, ja. Van deze leuker dan die andere. Ja, serieus? Ja, ik vond die andere leuker, omdat die langer duurt. Deze is veel korter dan die andere qua rit. Ik weet niet, voor mij zit hier meer beleving in. Je gaat met zo'n lift omhoog en dan die val aan het einde. Hij is hoger deze, ja. Ja, denk ik. Ja, dat zal zijn. Ja, ieder zijn ding natuurlijk. Dit is de Tornado. Het is een schommel die ook over de kop gaat. Dat was vaker gedaan, op de kermis bijvoorbeeld. Alleen deze gaat mechanisch over de kop heen, zie je dat? Motorisch dus. Ja, ik vind dat niet zo leuk. Op de kermis ging die via zwaartekracht over de kop heen. Het is verder wel een mooi gedecoreerde paal, zeg maar. Dus het type attractie als dit is wel mooi gedecoreerd. We gaan afrekenen bij de volgende attractie. Je ziet er duidelijk staan een nuur bargeld, oftewel cash only. Alleen maar contant kun je hier betalen bij heel veel attracties hier. Krijg je twee muntjes, dan kun je de autoscooter mee in. Maar je kunt ook hiermee de achtbaan in. Hop. Ik begrijp niet waarom ze alleen maar cash aanpakken. Want je zou zeggen, pin is makkelijker. Ik ben natuurlijk wel voor cashgeld, want ik wil dat cashgeld erin houden. Want de overheid moet niet meer controle over ons krijgen dan wat ze al hebben. Alleen, ja, je krijgt die muntjes, dus je krijgt wel een bonnetje mee. Dus het is verder wel allemaal wit. Dus ja, hoe dat precies zit, ik heb geen idee. Maar ja, pin is in ieder geval niet mogelijk bij heel veel attracties hier op de praten. Hou er rekening mee. Dit is wel fijn, hebben ze vaak hier. Kun je spullen opbergen. Voor een eurotje, die krijg je ook weer terug. Zoutje doe je in je zak. Volaren is gebouwd in 2004 door Zamperla. Het is een Flying Extreme, dat is de fabrieksnaam. Het is een kostenbaantje speciaal ontworpen hier voor Wenen. Baanlengte is 438 meter lang, hoogte is 21 meter en de maximale snelheid op deze baan bedraagt 50 km per uur. En je gaat twee inversies door, te weten we twee keer een hardline roll. Kijk, zo moet je instappen. Hou het hekje dicht gedaan. Je moet een trede kiezen die bij jou past. Dus ik zal de onderste trede. Denk ik. Hoe zit je?
Staag, geen idee. Wat een mooi ding is. Nu weet je hoe een broodje zich voelt in een tosti-ijzer. Ja. Kijk, dan wordt hij recht gezet. Of ja, wordt hij in de lichtpositie gezet, hoe je het noemen wil. Wellicht dat. Kijk net als je voor eruit valt, joh. Je ligt helemaal naar voren. Ja, je kunt je vasthouden hier aan die stang, hè. We rijden al voorlangs rustig naar de lift, joh. En die lift is bijzonder. Vergelijkbare liften vind je in Europa Park bij Euromeer. Er zit geen ketting op of zo, geen bandjes. Maar in het midden draait een spiraal waar je aangekoppeld wordt en die duwt je langzaam naar boven. Kijk maar, zie je die veren? Die stoten dadelijk tegen de zijkant aan. Daar zit een soort wiel en dan drukt het zo ons langzaam naar boven. Hartstikke idee, daar gaan we. Nou kan je zeggen, Esther. Lekker hoor. Nee hoor. We flying high. We flying right up to the sky. Daar gaan we, jongens. First drop, daar komt ie. Hartstikke idee. Hardline roll. Ruw. Dan gaan we nog een keer. Hoppa, weer een ruw bochtie. Ja, hou dat van wel mee. De hardline roll nummer 2. Hey. Lekker jongens, daar voel je een beetje trek. Gaan we nog een keer naar onderen. Hartstikke idee. 1, 2, 2, smel. Hier op de Wiener Prater. We worden hier weer rechtgezet. En dan staan we recht op het achterhoofd. Gaat de beugel direct open. En dan kunnen we uitstappen. Dat kun je al rijden doen. Vallen, vallen. Maar deze exploitant ook. Die heeft dus een reuzenrad. Die heeft hier dus een kindercarousel. En ze hebben dus die achtbaan volaren. Deze rotor, dat is een booster, maar een kleine booster van 30 meter van Fabri. Maar dat hebben ze wel slim gedaan. Die hebben ze boven het dak gezet van een gokzaak. In dit geval op een boogschieten. Zo hebben ze dus een gokzaak die ze kunnen runnen en een attractie die ze kunnen runnen. Hey, dit is een oud bekende. Daar gaan we eens even instappen. Nou Esther, deze moet jij leuk vinden. Want jij bent een boerinnetje en dan houden ze van opgooimolens. Eigenlijk is dit een geautomatiseerde opgooimolen. Welkom mensen, dus op de Air Max. Geen onbekende voor ons, want hij heeft al eens een keer in Nederland gereisd. Hij heeft onder andere in Hoorn gestaan. En ik dacht ook in Tilburg, maar dat weet ik niet meer zeker. Ik heb hem hier al een aantal keer gedaan, nog een keertje in Luxemburg. Niet zo heel erg vaak, maar ik moet zeggen, ik vind het wel een leuke molen. Ik vind het niet een extreme molen, maar wel een leuke zweefmolen. Maar dat is het feitelijk. Gewoon een zweefmolen. We gaan genieten van de Air Max. Eigenlijk hangen wij aan een lange arm en zwemt ze die naar voren. En net als een
WK. Maar een unieke mode deze. Nog een keer. Ja, kunt u kaartje halen aan de kassa. Ja. Tegenover Air Max staat IJsberg en dit is een dark ride. Hallo, hallo. Oben naar oben. Ja, dat is interessant. Esther heeft dus een fotocamera gekregen en met die fotocamera kun je dus foto's maken. Dit is eigenlijk dus een shooter en als je dus zeg maar met die fotocamera foto's maakt, krijg je punten. Hier is schon das erste Video. Ik moet zeggen, het is een hele mooie dark ride om te zien. We moesten helaas achterin gaan zitten, dus je ziet hier wel een display, een attractie. Dan verlemmert het ook een beetje het zicht. En de attractie mist verder ook wel geluid. Maar dan komt I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like this, move it. Oh, da heb ik aber einen dicken Fisch an der Angel. Ik moet zeggen, als ik zo'n attractie gemaakt had, had ik gewoon een jachtgeweer erin gedouwd. En ik had al die beesten al kapot geschoten. Er kwam een beetje water uit deze. Weet je? Zijn ik nat, man. Dus het wilt water maar niet, man. Ja, je kan zo in de attractie. Ja, ik vind het echt wel echt een mooie gedecoreerde attractie. Dat sportsysteem is ook wel... Die had mama spaas. Bijzonder. Ja, auw. Dat was een turning table, oftewel een draaitafel. Dat werd gewoon omgedraaid. Oh, dat moest je verschrikken. Dat was de bedoeling, je schrok niet. Kinderattractie dit, mooi hoor. Ja, dat vind ik koersje humor. Lassie natuurlijk. Nou, dan gaat weer naar de YouTube doekoe. Dan gaan we hier in de lift terug naar beneden. Door waren dit als Pitcher sprinten. Dan hebben we gedraaid. Dan gaan we de onderzeetage gewoon weer doen. Het is wel een mooi systeem dit hoor. Dat is mooi gemaakt. Dan gaan we dus even verder. Dan gaan we in de onderwaterwereld gelijk wel. Hé, hey, een kwal! Was daar zo leuk aan. Krap. Wim van de Walvis. Wat moet dit voorstellen? We hebben het al een beetje kapot gemaakt. Je kunt alles gewoon aanraken. Oh, vet. Ja, dit is leuk. Je gaat draaien. En lijkt het dus alles om je heen draait. Lekker desoriënterend dit. Ja, want dit soort dingen hou ik van hoor, mensen. SOS, Barracuda, wie kent het nog in Dolfinarium? Gewoon foto's blijven maken. Ja, mijn schat. Dat is wel onder waterkamer ook. Hé, hey, snap je? Ja, hij kan zich water. Ja. Zo. Dat is echt van die lampen er ook. Die kan je heel veel punten scoren. Kijk maar. Disco Party! Olle Puckzahl! Ganz tolle Fotos von dir! En dan staat wederom hier in Praten weer de Olympia Looping. Voor maar liefst 10 euro kun je een rondje maken over deze achtbaan. Wat extreem veel is als je vergelijkt met de andere achtbanen hier, want die waren ze allemaal 5 euro. Deze achtbaan is gewoon 2 keer zo duur. Het is wel echt een topachtbaan altijd, zeker omdat hij transportabel is, maar we slaan vandaag toch echt wel even een keertje over. We hebben hem zo vaak gezien en gedaan. Grand Prix Monza, dat is een van de vele kartbanen hier op de Wiener Prater. We zullen nog een aantal horen. Ik weet niet wat hier gestaan heeft, maar het is in ieder geval nu kapot. Dit is een rustiger stukje op de Prater, maar hier staat nog een spookhuis. Dan stond een spookhuis. Geen idee, we gaan verder naar de bungee en de booster. 15 euro per persoon mag je instappen in deze slingshot. Het is er eentje op veren met staalkabels. En ik denk 80 meter hoog. Hij is 60 meter hoog en hij gaat 100 km per uur in het rond. Ik kan hem helaas niet doen, want ik ben te groot, zei de beste man achter de kassa.
Of die daarmee te dik bedoelde of te lang, ik heb geen idee. Megablitz is gebouwd in 1994 door onze Vekoma. Het is een custom MK700. Vergelijkbaar type achtbaan is Bobbejaanland, de Revolution, langste achtbaantrein ter wereld. Het is waarschijnlijk de kortste achtbaantrein ter wereld. Lengte van deze baan is 550 meter, 19 meter hoog. Is in maximale snelbedrag 70 km per uur op dit kleine baantje. Dit wordt vet, mensen. Je ziet trouwens ook direct de wissel. Zoals je ziet, je kunt die baan handmatig kun je draaien. En dan kun je daar de extra trein wegrangeren als je zou willen. Maar nu rijden we rechtdoor, de lift erop en dan gaan we naar boven. En ze zit achter mij, ik ben benieuwd wat zij ervan gaat vinden. Kijk maar hoe die bochten eruit zien van deze baan. Dit is echt gewoon een superbaantje, mensen. Heerlijk, mensen, dit. Dit is gewoon echt heerlijk. Wat vond je ervan? Wat een baan, mensen. Wat een ding. Heerlijk dit. Dit is de ouderwets genieten. Hij heeft trouwens ook nieuwe kleuren. De laatste keer toen ik hier was, was hij rood. En nu is hij oranje. Hier zien we trouwens goed dat het per kabel gaat, want deze kabel is leeg. Dus als je nog een attractie hebt, die zou je te praten willen staan. Kun je dit huren of kopen. En dan kun jij jouw attractie hier neerzetten. En weer een karbaan. Maar deze is helemaal in de open lucht ditmaal. Vooraan schommelt Free Willy de boom in. En achterin staat nog een ouderwetse toboggan. Maar die is helaas niet geopend vandaag. Dan komen we op het rustige gedeelte aan van het park, zeg maar. We zitten bijna achter op het park. Ik kan me voorstellen dat attracties vooraan het meeste verdienen. Omdat je dan het dichtst bij het reuzenrad zit van Wenen. Want dat is natuurlijk wel de attractie van Wenen. En daar komen natuurlijk ontzettend veel mensen op af die ook alleen maar het reuzenrad doen. Misschien een keer wat eten of een andere attractie, boshoutjes en weer weggaan. Die pretparken niet zo interessant verder vinden, maar meer voor musea komen. Dus als je hier nog wat gaat bouwen, en dan gaan ze. Hoeveel bezoekers ga je trekken ten opzichte van vooraan? Ik denk dat je hier minder bezoekers trekt met welke attractie dan ook als je die vooraan zou plaatsen. 360 graden panorama theater, zeg maar, bioscoop. Komt hierin, worden groter zo te zien. Nu zijn we echt helemaal achter in het park. Hier was eerder iets met bootjes, varen, botsboot of iets. Ja, je ziet dat deze attractie is niet meer in gebruik. Maar hier achterop is het niet echt gezellig. Ze hebben hier nog wel een groot nieuw pand gebouwd met klein model. Dus dat zijn kleine treintjes en zo, modelbouw. En hier kom je toch wel weer een beetje de gezelligheid in. Hier vind je ook het originele Weense poppentheater. Rechts achter in beeld. Hier vooraan een fontein en een aantal kinderattracties, waaronder een kinderachtbaantje, Ring Racer. En hier nog wat minicars en dergelijke. En ook hier natuurlijk alles op elkaar gepropt, zodat alles op hetzelfde kabeltje past. Ja, de grens zal hier ongeveer lopen. Dus dan hebben ze het gewoon helemaal volgebouwd. Met allemaal attracties, zelfs dit soort automaten voor de kleinste. Zodat ze zoveel mogelijk geld kunnen verdienen met zo'n klein mogelijke ruimte. Dan zien we hier een toren en die leidt naar deze bouwplaats hieronder. Ik denk dat dit een uitkijktoren gaat worden. Je weet wel, zoals Europa Park dat ook heeft. Ik verwacht niet dat dit een freefall gaat worden. Er staan verder helaas geen foto's bij wat de bedoeling is of tekst. Dus we gaan verder in een park met nog een aantal kinderzaken. Hier houdt het park echt helemaal op. Taxistandplaats. Hier kun je paardje rijden met levende paardjes. Daarachter is nog circus. En daarachterin zie je nog luchtkussens. Zoals gezegd, het park is kilometers lang. Dus er zitten nog een aantal eetgelegenheden in het park. Met wat speeldingen erbij. Springkussentje, speeltuintje, minikartjes, dat soort zaken. Maar het echte volkspraat, het echte amusementpark is hier. Hier staan de grote attracties. Proost! Vind je het leuk hier? Zeker! En? Een cola!
koningsmaal, zullen die Oostenrijkers zeggen. Nee, een keizermaal. Het was een keizerrijk. Lekker. Goed gekomen, mag je vaker nog? Was het lekker? Ja, heerlijk. Ja, wat zeggen we dan? Lekker. Nee, Auwiele Stiezel. Ja, dit is mooi. We wilden nog even een torentje gaan doen. Kijk, met telefoon mag je wel naar boven. Eindzwaai. Telefoon. Kijk, en daar staat hem. Was verstehst du mich? Ik versteh alles. En die beste man die zegt tegen mij, je mag niet met de GoPro mag naar oben. Ja, darfst du nicht, genau. Willst du een foto van mij, een Ausweis? Was brauchst du? Nee, dat is geen probleem. Ja. Schau, ich bin nicht verpflichtet, jemanden Sachen wegzunehmen. Verstehst du mich? Nein. Es ist verboten. Wenn ich dir das wegnehme, wie reagierst du, wenn ich so mache? Gib mir das. Was machst du dann? Aber warum mache ich nicht mit der GoPro rein dann? Du darfst das nicht mitnehmen, du darfst es nur fixieren. Ich habe es dir erklärt. Ja, mit Chat Mount. Ja. Du kannst das auf holländischen Fernsehen geben, wenn du willst. Ja? Und tschüss. Komm, nicht mehr hin. Okay, dus je mag in de toren, mag je wel met de telefoon, die kan je laten vallen, dat is geen probleem meer. Maar als je een GoPro neemt, gewoon met ja, wat ik vast heb, met een polsriempje, is dat zeer streng verboten. Ja, zo gaat het hier op de Wiener Prater. Ach, ik vind het gewoon een beetje bang. Weet je, ik zou er alle begrip voor hebben als je de telefoon zo niet mee mag nemen, maar je mag dus wel de telefoons meenemen. Ja. Dan mag je dus wel met een telefoon wat totaal niet vast zit. Ja, dat mag wel. En iets wat vast zit mag niet. Nee, dat is mijn probleem ook. Maar ik kon er verder niet mee praten met die man, want die bleef gewoon bij zijn verhaal. Ik heb ook naar de kast gevraagd wie is de chef hier, ze bleven bij hun verhaal. Vaker kun je dat soort mensen nog wel overroelen, zeg maar op de vloer. Dan zeg je, joh, ik heb gewoon ja, aan een riempje kijken, maar ik heb gewoon een riembandje. Maar nee, we mogen absoluut niet met de camera aan boord. En dan ben ik ook wel zoiets, ik heb mijn geld teruggevraagd, laat maar zitten, weet je. Dan gaan we iets anders doen. Maskerade is gebouwd in 2015 door Geslauer. Het is een spinning coaster, het kost een baantje, maar een kort baantje. 236 meter lang is die, hoogte is 10 meter, maximale snelheidbedrag 41 km per uur op deze baan. Heb jij even licht erbij dan? Het is een heel kort baantje, vooraan krijg je allemaal masken te zien. Een soort dark ride. Kijk, hier is de lift. Dan worden op de lift omhoog getild. De achter zien trouwens de reservetrein staan naar beneden. En dan gaan we voor de first drop. Let's go! Maskerade! Spinning around! Hoppa! En deze spint goed hoor mensen, daar gaan we! Soortgelijk achtbaan is trouwens Vicky the Ride in Plopsa Co. Hij spint echt goed. Hoppa, dat was hem al. Eén keer hem laten zien. We zijn weer goed gezet en dan gaan we het stationnetje in. En dat was hem, Maskerade. Maskerade was uit 2015, maar deze hoogshowbaan is van 1950. Hoogshowbaan, stamt dus uit 1950, is 4,500 meter lang, 15 meter hoog en de maximale snelheid op deze baan bedraagt 55 km per uur. Uiteraard is niet bekend wie de bouwer van deze achtbaan is. Wat wel bijzonder is, is dat hij een brakeman heeft. De brakeman. De brakeman, ja. Yes. Daar gaan we jongens. Eerst gaan we de grot in. Achter ons is de brakeman. Zo grappig, hier is nog de decoratie van deze achtbaan, van die holstouwbaan en daarboven hier Maskerade. Want hier binnen is het Maskerade. We gaan erover! De baan is voor zijn tijd erg mooi gedecoreerd. Ziet er netjes uit. Oh, de auto in de buik, zie je dat? Daar gaan we!
rails. Bij de moderne achtbaan heb je zeg maar een drieweg, hè, bovenop aan de zijkant en onderwielen. Maar deze ligt er alleen bovenop. En daar is het eigenlijk voor, als je dus te hard zou rijden, hè, dan zou die ontsporen. Gaan we de laatste keer. Kijk, je kunt ook remmen. Zie je? Rem je extra eraf. Oh, lekker! Toch hier dit. Als hij dus niet remt, dan gaat hier een trein van de baan af. Ja, het is gewoon echt als een trein wat hiernaast ligt, die Lilliputbaan. Het is gewoon echt een trein. Ja? Dus je hebt zowel aan de zijkant die uitsparing waardoor die op de rails blijft, maar niet aan de onderkant. Zoals dus bijvoorbeeld, noem eens wat, een achtbaan in Nederland. De Python of zo. Dus dan heb je bovenop aan de zijkant en onder heb je dan wielen. En ja, als hij dus niet zou remmen, dan ga je te hard gaat het treintje vliegen een beetje. Mm-hmm. En dan, ja, dan komt hij niet goed op de rails, zou hij ontsporen. Het zal niet zo zijn dat je echt helemaal, zoals de rollercoaster tycoon, dat hij helemaal aan de andere kant op vliegt. Maar hij zou meer naast de rails komen en dan ja, vastlopen. Maar er zaten ook ramen daar bij de baan. Ja, maar dat is omdat die trein best zwaar is. Dat voel je ook als je erin zit. Een hele zware trein. Dan kan je waarschijnlijk op zijn eigen kracht doen. Dan heb je zelfs hulpmiddel extra remmen erbij toegevoegd. Dus als hij een fout maakt, dan gaat het alsnog goed? Nee, want dan moet je aan de andere heuvels ook nog remmen. Ah, dus het is alleen daar dat hij extra remkracht heeft, omdat hij het anders niet op zijn eigen kracht kan met die ene hendel die hij in zijn hand heeft. Van een behoorlijke baan. Ja. De grote clown doet me denken aan de domino cakewalk die over de Duitse kermis heen gereisd heeft. Maar dit is geen cakewalk, ik heb geen idee wat het wel is. We gaan eens instappen. Domino Laser Show. De Freefall Tower. Nou, dat is interessant. Het is een soortgelijke toren als Mystery Castle in Tageland. Ik kan helaas niet goed zien hoe hoog die is. Maar ik denk een metertje of 20. En dan moet hier verder nog een laser show bij komen. Dus ik ben reuze benieuwd hoe deze rit gaat worden, mensen. Met veel herrie worden we naar boven getakeld. Dan gaan we naar het hoogste niveau. Worden naar voren gekanteld. Oh, dat is vet. We worden heel ver naar voren gekanteld. Dan krijg je goed zien. Gezet. Ja, dat is wat leuk aan deze attractie. Je bent echt heel schuin gezet. Ik denk wel 45 graden, waardoor je echt de diepte in keek. Leuk apparaatje. Het is alleen niet te zien hoe hoog die is. Maar ja, leuk. Dan gaan we hier nog eens wat funhouse elementen. Desoriënterend dit. De hele wereld draait. Jezus, ja, maar hier is het. Ja, die is echt goed deze. Ja, maar deze vind je zo. Ja, dat lijkt op niet helemaal. Oh my god. Oh my god. Nee, ja, dat lijkt zo. Dat is ie. Wat? Ik moet mezelf ook even goed recht houden. Ja, deze is echt goed. Misschien wel leuker dan de Freefall zelf dan. Wow. Ja, er zit ineens een boomy trap hier. Is een dark ride voor de allerkleinste.
Maar het ziet er echt ontzettend kietserig uit. Echt, ja, ik vind het gewoon drie keer niks. Die grottenbaan is trouwens wel een van de oudste attracties hier op de Prater. Maar ik ga hem niet doen. Inderdaad, Boomerang is dezelfde achtbaan als Speedo Sound in Walibi Holland. De Boomerang is gebouwd in 1992 door Vekoma. De baanlengte is 285 meter lang. 35,5 meter hoog is hij. En 75 kilometer ongeveer ga je over deze baan. Dat spookhuis daarachter, naast de Megablitz, die was net gesloten. Maar dit spookhuis is nog wel open. Geisterbaan. Middelstone spookhuis, zou ik maar zeggen. Space Shot, vergelijkbaar met die van Walibi Holland. Ook een SNS-toren deze. We hebben vaker daar een pretpark. Ripprijs hier 7 euro. Maar dan word je wel 4 keer geschoten. Ja mensen, Discovery Revolution! Een fabriekschommel van 40 meter hoog. Hoppa! Slag. Als je gewoon in het stadion vindt, van die Kuipies, daar zit je op. Maar goed, verder wel een leuke attractie deze. Goeie rond ook, 8 keer over de kop van deze. En Halloween, wat een taalgrap, is een glazen doolhof. Jack the Ripper is een groot loodspookhuis. Ik zal jullie ondertussen even wat beelden van binnen laten zien. Maar er zit geen live action in, alleen maar poppen. En daarom sla ik me even over, zeker voor 6 euro. Dan kun je beter naar Walibi gaan en dan met live actors die spookhuizen daar doen. Zoals Psycho Shock, de Clinic natuurlijk, of een ander spookhuis al daar. Daarvoor hoef ik niet in dit spookhuis. Ondanks die er aan de buitenkant wel mooi uitziet, binnen de cel is ook wel mooi zijn, maar je moet er zelf langs lopen. Ik weet niet, ja, vind ik dat toch minder dan als het echt eentje is met kaartjes. Dit is toch een echte originele telecombat. Tijd uit de mode geweest, maar met die jumbootjes tegenwoordig, die vliegende olifantjes weer ontzettend in, want het is het feitelijk gewoon. Een vliegend olifantje attractie, maar dan in de vorm van spaceships. Funhouse Calypso, lachkabinet wordt het hier genoemd. Grottenbaan is een dark ride voor de allerkleinste onder ons. Ik moet zeggen, het frontje ziet er mooi uit. Ik vind het echt een leuk frontje hebben. De attractie zelf is een beetje vergelijkbaar met dat zilverwerk wat we net zagen. En als ik dit zo zie, dan denk ik ook aan Vrijheidspark Plon, daar hebben ze dat ook. Die Poseidon, dat is ook zo'n soort attractie als deze. Ook poppen voor de allerkleinste. Die zijn wat oude herinneringen aan het ophalen. Kijk maar, dit is het niveau binnen. Vind je het erg dat ik even mijn 4 euro bespaar? Normaal gezien in de reviews loop ik altijd een hele mooie ronde, maar nu omdat die een aantal dagen zijn, gaan we hier rechtsaf richting de nieuwste achtbaan. Dikke Seng Te Sjouw is gebouwd in 2020. Gerslauer heeft hem gebouwd, is dus een bobsled zoals gezegd. De baan is 610 meter lang, 24 meter hoog en de maximale snelheid op deze baan bedraagt 60 km per uur. We gaan instappen in de... Dikke Seng Te Sjouw. Dankjewel Esther. Waar is een beetje iedere andere attractie contact geld aanpakt, moet je hier pinnen. Heb je goed dichtgemaakt? Ja, het zou klotten zijn als je eruit vloog. Nou echt hè? Voor de mensen die gemist hebben, een soortgelijke achtbaan en klot heeft een ongeluk gehad. Maar vanzelf niet, iemand maakte de beugel niet dicht tijdens de trip. Wel handig om te doen. Heel geen controle. Is je daar gelijk zo te zien? Houd een stukje. Geen lampje opgericht, een beetje jammer. Maar het is een varkje in een raceauto. Thank you.
wilde muis. First drop. Hier de Big Mamba, komen we dadelijk terug. Deze wilde muis elementen wielen wel mee, dan gaan we weer naar onderen. Olé! Wat een heerlijk soepelbaantje, mensen. Hoppa! Vliegen we de Black Mamba's er wat in. Oh, gaan we weer door het schuurtje heen. Hey! Ah, was een top effect daar. Daar rent hij niet. Daar gaat hij voor naar poelen door. Ah, lekker baantje hoor dit, mensen. Daar remt hij wel flink bij. Gaan we airtime, heel 1. Ah, lichtjes airtime. Dat heeft niet deze baan, airtime. Je remt hij niet. Met de laatste bocht. Daar verder van de onderen. Links, rechts. En de... Allee. Blijf nogmaals, jawel, naar Rupert's. Ik heb het nauwelijks over het uiterlijk gehad van deze baan, maar ik moet zeggen, het is een mooie baan deze hoor. Ik vind hem echt leuk gedecoreerd in een boeren, ja, stalschuur. Daar begin je in. En je rijdt met een soort, ja, raceautootje over de baan, alsof je over het platteland heen scheurt. Mooi gedecoreerd, netjes. We zagen hem net voorbij vliegen, maar dit is hem, de Black Mamba. Soortgelijke komen we vaker tegen op de kermis. Chaos Pendel. Het is een boosterachtige attractie met een dubbele motor zoals je ziet. Maar het stelt niet zo heel veel voor. Ik moet zeggen, de rit hier in het algemeen niet op te praten, want ze draaien allemaal niet erg lang of erg heftig. Het zijn vrij korte ritten voor best veel geld. De Piraat Skull Rock. Ziet er mooi uit aan de buitenkant. Alsof er een piratenschip erachter ligt. En hier natuurlijk de Skull Rock zelf. We gaan eens doen. Het zijn gewoon hele mooie, goede spoken. Hier de Pirate, en we zien ook het schip erboven. En dan gaan we hier de Skull Rock in. Hier langs een soort schip of iets. Ja, dat is een schip eruit.
Oh, dat is wel vet. Die was goed, hè? Ja, maar je hebt gewoon een paar keer stilgezet, hè? Dat die spoken echt op je afkwamen. Ja, ze hebben die spoken, hè? Die heeft Keister bijvoorbeeld ook. Er zit zo'n harmonica achter, hoe noem je dat? En dan schieten ze op je af, maar ze hebben het afgesteld met de wagen. Dus als jij naar voren komt, gaat de spook naar achteren en vice versa. Als jij naar voren rijdt, ja, ik vond het echt mooi. Ook dat kanon dat draaide, flitsen, denk ik, voor mij zat daar de actiefoto in. Heb je dat niet gezien? Nee, heb ik niet gezien. Ja, dat was misschien alleen een fris. Ik heb de actiefoto niet bekeken, maar wat een mooie scène. En wat een lang parcours. We hebben er echt heel erg lang op gereden. Maar ook die ene kamer, de stilstond, al die spoken daar uitkwamen aan de zijkant. Ja, dat klopt. Hij zette ons ook een paar keer stil, waardoor de rit ook wat langer duurde. Hij heeft een paar keer spoken als je stil moet zetten. Maar er werden inderdaad donker en één kwamen spoken allerlei, over alle kanten. Ja, ik vond dat echt goed. Ja, mooi dingetje. Aanradertje. De volgende achtbaan die we zien hier op de Praat is de Wilde Muis. Gebouwd in 1997, gebouwd door Marmer en Sonne. De baan is 370 meter lang, 15 meter hoog en maximale snelheid is 45 km per uur. Als ik het wil doen, dan ga ik wel naar drie vliet. Ik vind het goed, ik loop er langs af. En de laatste rem van deze Wilde Muis staat heel erg hard afgesteld. Let maar op. Die meiden stoten voor hun kind. Een glijbaan met daarnaast Magic Dreamland. Gewaagd hoor, een funhouse voor kinderen met Michael Jackson erop. Dan weer een autoscooter, niet zomaar een autoscooter, Turbo Autodrom. Aparte autoscooter ook, vanwege de baan. Van normale banen zijn gewoon rechthoekig. Ik heb ze ook nog eens rond gezien, ovaal. Maar waar een complete hoek uit is, uit de baan, heb ik nog niet gezien. We hebben net het ene funhouse gezien, hier zien we het volgende funhouse alweer. Super Top Dance. Gewoon een kermis funhouse, zeg maar. Ik heb nog even gekeken naar de openingstijden van de praten, maar kan er echt niets over vinden. Volgens mij mag gewoon echt iedereen zelf bepalen hoe lang ze open blijven. We hebben nog een heel klein stukje praten te gaan. Volgende is weer een spookhuis, Psycho. Ik zal direct met de deur in huis vallen. Die piraten op deze, ik denk dat de piraten mooier wint. Komt omdat het nieuwer is. Deze heeft wel geweldige spoken, maar het is allemaal aardedonker. En dan komt er denk ik een spook tevoorschijn. Goeie spoken, zelfs spoken die dus ook in de paard zitten. Zelfs spoken die dus ook in Keizerstad zitten bijvoorbeeld. In Duitsland in een spookhuis. Echt kwaliteitsspoken die ook mee met de trein gaan. Dat deden ze hier ook. Spoken gingen mee met de trein, die kwamen terug. Eén keer gingen zelfs over de rails heen, ligging uit. En dan denk je, waar is die? En dan was het gewoon weg. De ene met een schilderij vond ik ook mooi. In de rug kwam er een spook, ga je achterom kijken in één keer voor je. Een televisie in één keer, bam. En een schrokje, ook met dat lichteffect aan het einde is de spook. Dat schrok je ook behoorlijk van. Ja, het is echt een helpende spookhuis. Ondertussen zie je trouwens beelden van een spookhuis. Veel van de attracties absoluut niet toegestaan. Hoe kom je aan de beelden? Ja, friends, you know. Maar in ieder geval, dan weet je een beetje hoe die binnen eruit ziet. Maar zoals ik al zeg, het is wel aardig donker. In één keer komt de spook eruit. Het is niet echt een verhaal. En dan moet je paarden meer verhaal erin hebben. Hier waren het gewoon echt losse spoken. Ja. Maar wel hele goede spoken. Fun Labyrinth. En ook dit is een heel groot funhouse. Derde Jurassic Park. Heb online heb ik al beelden bekeken. Maar het zag er niet echt uitnodigend uit binnen. Ik weet eerlijk gezegd ook niet wat het is precies, maar ik zag iets met beeldschermen dat je naar tv kon kijken binnen. Het is in elk geval geen dark ride. In die zin dat je met een karretje langs poppen rijdt. Der Zug des Manitou. Zo'n treintje hebben wij in Nederland ook op de kermis. Exact hetzelfde treintje, exact dezelfde achtbaan. Alleen het parcours is anders van dit treintje. Iets groter en leuk gedecoreerd zo. Sombreros. Laatste keer heb ik hem ook gedaan, toen moest ik mijn naam doorgeven. Als je erin stapt, dan roepen ze je naam om. Nou, het leek mij een leuk idee als jij een andere naam had. Extreme Rides. Ja, yeah, merci. Thank you so much. En dat is kutje. En? Kutje. 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 Zo, geregeld. Thank you so much. Dezelfde in Walibi Holland heeft hij ook staan. En in Walibi Holland is hij niet zo mooi verzorgd als deze. En in Walibi Holland functioneert hij niet helemaal. Deze trouwens ook niet. Want hij kan namelijk helemaal omhoog komen met de middenbouw. Dat doet deze ook niet. Hij draait gewoon verder als een poliet. Ik ben benieuwd. De beugels staan open. En het zat de hele dag dat ze hier nergens beugels controleren. Net in de Revolution ook niet. Heb ik hem zelf dichtgemaakt, zelf het riempje was gemaakt. Anders had ik gewoon over de kop gegaan zonder dat ze die beugel controleren. Kijk, maar we gaan starten.
Kanselhoekskind, zijn jullie ready en bereid? Ben ik benieuwd wat hij zegt, de beugel sluiten. Ja, ik heb schon, voor euch wacht maar nog, komt. Jij durft het niet aan. Nee. Very welcome, ladies and gentlemen. Schön, dass alle da sind. Nathalie is in the house. Ja, staat gewoon erin. Ik heb die beugel nog open. Ik zal hem maar eens dicht maken. Het is ongelooflijk, joh. Mr. Sir Extreme Ride. Yes. Olé, 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 olé. QK. Olé. Servus, servus. Nederland. Olé. Servus. Isa, Melanie, Shaki, Shaki. Nee, niet. Petra. Een kutje, kutje. En wenn wir die alle sagen, meine ich nur die Isa, denn die Isa is die Braut, die sich traut. Olé, 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 olé. Sie vergessen kutje. Sie vergessen kutje. Oh, maar mooi. Alles gehen, wir schauen jetzt und hier. Ik moet niet te veel drinken. Daar gaan, jongens. Genieten van de Las Sombreras. Moet je vooral hier naar kijken, dat is vet. Get it into it. Yes, yes. Und oben angekommen, hier legt man los. Hoppa! Und das ist natürlich nur die Einleitung, Junge. This is the warming up. Maar dan een heel modern spookhuis. Ziet er heel modern aan de buitenkant uit. Terwijl de meeste spookhuizen allemaal oud zijn. Oude gebouwen, kastelen en dat soort dingen. Maar dit is hypermodern. Het wordt iets met clowns. Ik ben benieuwd. Heb jij er zin aan? Gaan we toch doen. Oh, je krijgt nog geluid op ook, joh. You can see the clown? Yes, I see the clown. You have sound? Yes. Dit is een VR spookhuis. Dus ik krijg die bril op. En dan zie ik dus inderdaad een clowntje. We gaan rijden. Ik zie rails. Ik zie drie rails, hè. En we gaan naar links. Ik zal jullie ondertussen ook een beetje het gebouw laten zien. Maar het zal wel hetzelfde zijn als de VR Experience. Dr. Arvibal van de kermis. We gaan naar boven. Het zijn allemaal schilderijen van mensen. Bovenaan is een clown die ons naar boven tapelt met een orgel. Esther die is lang, olé olé. We verdwijnen in de orgel en het is helemaal pikkendonker. Ah, wat een lief meisje, hè?
zwart en dan komt er weer een nieuwe scène. Nou, daar komt hij. Nou, daar is het raak. Nou, ben ik dood. Maar dan rijden we naar buiten, want ik zie Gomer Lil heen flitsen. En als hij dan langs het raam rijdt, dan begint het daar te flitsen. We zitten nu aan tafel met allemaal clowns. We worden opgegeten. Die gaan eten. En volgens mij zijn we in stukken gehakt. Juist. We verdwijnen in de buik van de man die ons net gedood heeft. Oké, dit is wel heel bizar. Allemaal skeletten die naast ons draaien. Jezus. Ja, ik moet het jullie omschrijven, want ik kan jullie niet laten zien. We worden aangeraakt, dan moet ik wel schrikken, maar dat valt mee. Oh, dat is het. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Het verhaal was op zich wel duidelijk. Nou, ik vond het verhaal niet echt duidelijk. Tot die slager met die bel ons kapot hakte, toen had ik zoiets van hij wil me doden. Ja, dat was wel duidelijk dat de verhaallijn, maar daarvoor. Nee. Door die gebouwen heen een beetje. Het begon heel liefelijk met die achtbaan. Ja, ik denk ze gaan het helemaal opbouwen. Je ziet helemaal foto's van mensen. Ik denk die mensen zullen later wel doodgaan of ergens mee gebeuren. Nou, die zag je ook wel terug. De tweede keer was het donker een stukje en dan kwam er een nieuwe scène. Dus ik moet het verhaal erin ontdekken. Ik vond hem niet tegenvallig. Ja, ik eigenlijk ook. Ik had wel veel met jumpscares en zo verwacht, maar... Nee, ik vond hem wel niet zo. Nee. Sorry. De Joker, vliegend tapijtje, was de laatste keer toen ik hier was ook gesloten. En je ziet het ditmaal alweer. Nou, lieve mensen, dat waren 3 dagen lang Wiener Prater. En natuurlijk nog een stukje van de stad. Maar iedere avond zijn we hier geëindigd op het Prater. Wat vonden we ervan? We vonden het leuk. Ja. Het was veelzijdig, het is een veelzijdig, ja, park is het niet, hè? Wel. Ja, kermis, pretpark. Ze zeggen een vaste kermis, anderen zeggen het is een pretpark. Er staan wel pretparkattracties tussen en transportabele modellen. Achtbaan waar we nu naast staan, ja, die is natuurlijk transportabel. Daar zou je met de kermis op kunnen, maar het reuzenrad achter ons, ja, die staat al bekend over de 100 jaar. En die kun je natuurlijk dan niet transporteren, dus niet naar een kermis meenemen. Diversiteit van attracties vind ik goed, moet ik wel zeggen, ik mis een poliep. Tuurlijk, je hebt de Los Sombreros, is een soort poliep, maar toch een andere attractie als de poliep. En ik mis een normale schommel. Je hebt wel die Revolution, hè, die Discovery Revolution die over de kop heen gaat. Maar een normale XXL of zo. Ik zou een poliep voor de XXL hier plaatsen, daar kun je denk ik wel geld mee verdienen hier nog. Dat er verder geen pretpark is, dat hebben wij ook ondervonden. Want de vriendelijkheid, dat betreft hier toch een zware 1. En zelfs dat is misschien nog wat te veel. Sowieso om te beginnen met de sanitaire behoefte, oftewel de wc's. Overal moet je betalen. Aan zich is dat niet zo heel erg, maar overal moet je 50 cent erin gooien. Als je die niet bij je hebt, alles is geautomatiseerd, kom je niet op het toilet. Maar ik ben er eigenlijk eentje tegengekomen. Die heeft dan een toiletje, van een toiletheer erbij. Maar de meeste zijn allemaal geautomatiseerd, die toiletten. En om te zeggen, ze zijn erg schoon. Ik heb wel diverse vieze toiletten getroffen. En dan moet ik zeggen, ben ik man, ik pis er gewoon overheen. Ik vind het prima. Bij dames ook hoor. Dat is niet schoon. Niet heel erg schoon. Nee. En natuurlijk een aantal voorvalletjes geweest hier sowieso. Ze spreken wel met bieten, maar het is heel erg, nou is Duits niet echt een mooie taal, heel erg snauwerig. We hebben natuurlijk een incidentje gehad, nou, hebben jullie mee kunnen genieten, bij de Hoge Zweefmolen. Dat we dus niet met de camera aan boord mochten. Op zich was hij nog wel vriendelijk, maar hij zei ook wel op een gegeven moment, ja ik wil niet ver overkomen. Maar weet je, ja ik bepaal de regels, ja goed, ik weet ook niet precies wat hij zei. Ik heb een deel van het gesprek meegekregen, maar... Ja, ik ben wel eens netter behandeld, moet ik wel zeggen. We konden meteen uitstappen en we kregen meteen ons geld terug. Dus nou, dat ging niet vriendelijk. Nee, oké, het geld werd je naartoe geworpen, maar... Zoiets, ja. Maar weet je, ik ben wel eens wat vriendelijker behandeld. Weet je, gewoon op een normale toon het gesprek, de discussie aangaan. Want ik blijf erbij, telefoon wel, camera niet. Ik heb zelfs nog een polsriempje eromheen. Ik had nog een vraag voor de chef, wilde die niets van weten. Ik ben die chef en als ik kreeg een nummer, dan kon ik daar naartoe bellen. Weet je, ik wil het gewoon op een normale manier oplossen. Blijf altijd nog vriendelijk lachen, hè, om toch een beetje vriendelijk over te komen. Ik weet niet, moet je als kijker kunnen dat even beamen, van mij komt dat vriendelijk over, zaken van hard uit te lachen. Maar in principe bedoel ik, ja weet je, ik kan wel heel boos gaan zitten kijken en dan, ja dit en zus en zo. En uiteindelijk heeft hij natuurlijk gelijk, want het is zijn attractie, hij bepaalt de regels. Maar het is wel een beetje krom dat je met een losse telefoon er wel in mag. En vervolgens met een GoPro niet in. Het slaat nergens op. Nee, en we hebben nog een tweede rondje het spookhuis gedaan. Fluk de Piraten. Nou, dat was helemaal. Gisteren of eergisteren hebben we die gedaan. Zaten we netjes voorin, was geen enkel probleem. Alles ging goed. Ditmaal moesten we achterin. Geen probleem, alleen ik ging zitten. En er ligt een S. S is natuurlijk wat groter dan mij. Nee, we konden gewoon niet met z'n tweeën naast elkaar zitten. Ze zaten een beetje met de dijbenen op elkaar.
Dus ik wilde uitstappen, maar had die beugel al dicht gedaan. En ze zei ook nog tegen die man van... Ik zei ook nog dat hij moest stoppen, dat het niet ging. Ja. Maar ik begreep ook niet waarom wij achterin moesten in één keer. Er stonden nog vier mensen voor ons. Ja, ik heb ook geen idee. Ja, om een karretje te vullen. En ik zei nog tegen hem, er staan zoveel karretjes achter ons. Laat dan in een ander karretje zitten. Moest hij niks van weten, moest erin zitten. En dan zei hij wel van, ja, zit ze bieten. En hij zei wel bieten, maar het was eigenlijk meer... Wat meer nee, was er geen, ja, voor was mij geen, zei hij wel bieten. Hij wel bieten, maar dat sloeg ergens op. Nee, dat was meer als een hondje zitten. En hij vertrok dus al. Hij drukte op de knop en ik was nog bezig met mijn rechterzet. Ik zeg stoppen, ik wil eruit, want het past niet. Ik heb de halve rit, heb ik allemaal omhoog gezeten. Ze hebben allemaal camera's in dat ding hangen. Je denkt dat niet dat ze het apparaat stopzetten. Ik nog een beetje heen en weer schudden die mensen voor ons. Ook die zaten het naar achter te kijken. Wij zaten maar te moezelen en te rommelen van joh, zie ik jij. Dus ze hebben amper wat van de rit kunnen zien. Ja, het is gewoon echt ontzettend slecht dat. Ik vind het geen behandeling. Nee. En het, over het algemeen hier, nee, ik vind het best onvriendelijk hier. En daar hou ik me nog redelijk in, moet ik zeggen. Maar wat een zwijn moet hij. Echt, niet normaal. Ja, maar druk, want je staat echt nog te zwaaien, weet je. Ik geef aan, het gaat niet. En gewoon, weet je, voor hetzelfde lig je er half naast en laat dat ding gewoon doorrijden. Ja, maar ik begreep gewoon niet waarom ze niet afvulden met die vier mensen voor ons. Dat begreep ik niet. Waar moesten wij voor dan? Ja, ik dacht dat het één groep was, dus ze moesten twee achterin. En die andere twee zouden dan met ons moeten. En dan krijg je hetzelfde probleem. Die willen met z'n vieren natuurlijk tegelijk. Ja. Dat is ook één gezelschap. En weet je, om daarom zo moeilijk te doen, bij die make-up blitz goed behandeld. Want dan wilde ik een onrijdje maken. En daar waren dus drie karretjes. Het laatste karretje was leeg. Hij zegt, wil je erin zitten? Die operator. Wij zeggen, nee, wat willen apart. En sowieso wil ik er voorin zitten. Geen probleem, we sturen hem gewoon weg. Het kost toch ook niks? Nee, het kost ook helemaal niks om één karretje half weg te sturen. Er is een hele wachtrij staan, maar die staan hier nooit wachtrijen. Nee. Hoewel, de laatste avond was het best druk. Hebben we nog bij de reuzenrad even moeten staan wachten. Maar de reuzenrad was er voor de helft leeg. Maar je hebt hier volgens mij nooit druk het dagelijkse uur staat te wachten. Dus het is echt gewoon niet willen. Gewoon... Ja, gewoon niet mee willen werken, gewoon onbeschoft. Ja, gewoon onbeschoft. Ja. Maar goed, om het toch een beetje positief te eindigen, het ziet er echt prachtig uit. We gaan hier nog op het terrasje daar, onder het reuzenrad, een alcoholtje doen. Ik denk een biertje. En dan gaan we daarna richting Nederland. Dan gaan we weer naar huis. Ik wil Esther bedanken voor haar aanwezigheid. Heel erg bedankt weer voor alles, want zonder jou was ik hier niet geweest. Het was heel gezellig. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben van deze video. We zien elkaar de volgende keer weer. Het zijn weer een pretpark, Rodebaan, zwembad of weet ik van waar. Tot dan weer. Hoi.